Het college, ambtelijke bijstand, pers en publiek. Hartelijk welkom op deze raadsvergadering. Ik stel aan de orde punt 2, vaststellen van de agenda. Ik stel voor om de agenda te volgen zoals die hier voor ons ligt met inachtneming van nagekomen stuk dat handelt over de zienswijze van de heer Boekelo, om dat te behandelen als voorstel is om dat als 13a te behandelen. Is dat akkoord? Meneer de Boer? Voorzitter, ik weet niet of ik het nu moet zeggen of dat het algemeen bekend is, maar er is een van de beslispunten bij het stuk duurzame energie geschrapt. Ja, klopt. Bij dat agendapunt zullen we dat nog even weer vermelden. En u krijgt ook nog de gelegenheid om bij dat agendapunt vooraf een toelichting te geven. Dus misschien kunnen we dat daar nog even voor alle duidelijkheid even weer meenemen. Maar het is correcte opmerking. De agenda zo, ja? Dan insprekers. Er heeft zich één inspreker gemeld, de heer Van der Klok. Die wil graag inspreken op agenda punt 13, duurzame energie. Ik stel voor dat de heer Klok naar voren komt. Goeiedag, dames en heren. Ben ik al in de beurt? Ja, u heeft 5 minuten om in te spreken. Okay. Daarna, ik zal even de procedure uitleggen, dat was wel handig. Daarna wil ik u vragen nog even te blijven staan, omdat dan de raadsleden nog de gelegenheid hebben om eventueel vragen te stellen. Voordat ik begin, heeft iedereen zijn boekje ontvangen, een paar weken geleden? Ja? Oké, okay, is gelukkig aangekomen. Dames en heren, dank u wel. Ik wou dringend vragen om goed na te denken over duurzame energie. En welke rol Stadskanaal en ook de bedrijven in Stadskanaal daar een rol in kunnen spelen. U heeft het boekje van ons ontvangen. We zijn met een drietal bedrijven, Finn, Aerodynamic en Outdoor Boilers. We hebben de afgelopen jaren heel veel producten ontwikkeld. Waarbij we dus met allerlei mogelijke alternatieve energiemanieren energie voor woningen en bedrijven kunnen maken. Met een kostprijs of verkoopprijs die zeker 60-80% goedkoper is dan de huidige energieprijs. We hebben in dat boekje u diverse oplossingen aangereikt. Een van de oplossingen is het gebruik maken van biomassa, waarin Stadskanaal in grote massa's voorhanden is. En dan moet u toch denken aan naast de 10.000 ton van de gemeente Stadskanaal nog een 30.000 ton van de inwoners. Dat betekent dat we circa 40.000 ton biomassa elk jaar wordt verschredderd of verrot. En met die 40.000 ton zijn we toch in staat om 4.000 woningen voor niks te verwarmen en stroom te leveren. Ik wil u dat onder de aandacht brengen omdat we die biomassa's met de mensen die werkloos zijn in Stadskanaal met een werklozenproject om kunnen werken. Waardoor we dus een hoogwaardige brandstof krijgen en waardoor de energieprijs aanzienlijk zakt. Verder hebben we een aantal producten ontwikkeld. Waarbij we ieder voertuig waar een motor in zit, een verbrandingsmotor in zit, bijna schoon kunnen laten lopen. Dus we hebben geen elektrische auto's nodig en dat duurt ook nog tot 2025 voor het zover is. Maar we kunnen nu ieder voertuig schoonmaken met minimaal 15-20% brandstofbesparing. En volgend jaar zelfs 55% brandstofbesparing. En dat willen we ook ter uiting brengen op voertuigen met het groene Go4-teken. Dat is inmiddels een internationaal gedeponeerd logo waaraan je kunt zien waar dat ook op zit. Dat je met groene energie bezig bent. Of dat nu op een auto zit, vrachtauto of wat voor ander vervoersmiddel. Daarnaast hebben we een product ontwikkeld, u heeft het al gelezen, dat is de Powerfin. En de Powerfin is een unit die op basis van restwarmte, dus proceswarmte en warmte thuis, heel goedkoop stroom kan maken. En dan moet u denken aan stroomprijzen die zeker 80-90% goedkoper zijn dan de huidige stroomprijzen. En onze visie is dat we eigenlijk minder decentraal energieopwekking willen. Dus bij je thuis of in je buurt stroom maken. Nou, met een aantal mensen heb ik een voorgesprek gehad. Ik heb begrepen dat heel veel nieuwe wijken hier straks worden gebouwd. En het zou toch fijn zijn als ook in die nieuwe wijken aandacht wordt besteed aan een duurzame vorm van energievoorziening. Dat was even heel kort, mijn verhaal. Dank u wel, meneer Van der Klok. Een helder verhaal, maar misschien toch geeft het toch nog aanleiding voor raadsleden om vragen te stellen. Iemand, wil u meneer Borgesius? Ga uw gang en dan
Meneer Deuring. Ja, één vraag richting de inspreker. U spreekt dan over biomassa. Ja. Die 40.000 zonder CQ, die 4.000 woningen. Maar is dat ook haalbaar zonder de subsidie van de SDE? Van de Stichting Duurzame Energie? In principe wel, alleen ik heb de financiën niet om zelf zo'n project op te starten. Wat zei u? Ik heb zelf de financiën niet om zo'n project op te starten, maar zonder subsidie zou het best kunnen. We hebben uitgelegd dat je ongeveer met een investering van 2 miljoen... dat je die biomassa kunt opwerken en omwerken en dan kun je langdurig met die 40.000 ton 4.000 woningen verwarmen. Nee, daar gaat het mij niet om. Ja. Daar gaat het mij om, als u met behulp van biomassa, dan kunt u per geleverde kilowattuur volgens die SDE-regeling een bepaalde subsidie krijgen. Ja, maar daar reken ik helemaal niet mee, want daar word je helemaal niet goed van. Alles wat wij doen... Nee, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag was of dat inclusief die subsidie was of exclusief. Exclusief die subsidie. Oké, dan is de vraag beantwoord. Ja, sorry. Bedankt. Meneer Deuring. Ik heb nog een vraag over, u zei iets van auto's die rijden op een speciaal procedé van brandstof wat gewonnen wordt uit biomassa. Nee, wat wij doen is, we hebben een module ontwikkeld die in ieder auto past. Mm. En die ervoor zorgt dat ieder auto meer lucht krijgt. Waarom komt er roet uit een auto? Dat is heel eenvoudig. Roet is een onvolledig verbrande brandstof. Of dat nou benzine of diesel of gas is, dat maakt niet uit. Op het moment dat je meer lucht in de motor krijgt, krijg je een volledige verbranding. Dat is één. Daarnaast hebben we een aantal andere producten ontwikkeld voor diezelfde auto. Die erin voor zorgt dat de emissies die nog ontstaan, volledig omgezet worden. En uiteindelijk verwacht ik dat we in 2011... uitsluitend nog 14% CO2 uit de auto krijgen en de rest is allemaal opgewerkt. In principe kun je die auto ook laten rijden op een brandstof die vanuit biomassa gewonnen is? Ja, dat zou kunnen, ja. Okay. Ja. Ja. Bedankt. Dan wordt u bedankt, meneer okay. Van der Klok, voor uw bijdrage. De raadsleden meenemen als het agendapunt aan de okay. Is. Bedankt. Dan... gaan we naar het informatieve gedeelte van de vergadering. De besluitenlijst van 22 juni. Wie daarover? Niemand? Dan inlichtingen van het college. Is iemand van het college? Lijst met ingekomen. Ik ga te snel. Er was iemand die aan het begin mij vroeg om het... binnen een uur af te ronden, die poging doe ik, maar de griffier die blijven meteen weer terug. Lijst met ingekomen stukken, wie? Meneer Kanter en mevrouw Janssen en de heer Wups, de heer Bagetje, meneer Kanter. Meneer Biezen. En meneer Biezen. Okay. Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van agenda punt 4 van de lijst van ingekomen stukken, dat gaat over de voorgangsrapportage Drentse Horn. En ik meen mij te herinneren dat wij bij de behandeling van de jaarrekening hebben gevraagd om een discussie over de Drentse Horn in deze raad. En daar zou dan de voortgangsrapportage volgens de wethouder een mooie aanleiding toe zijn. Dus ik wou deze graag naar de volgende raadsagenda ter bespreking hebben. Oké, bedankt. Mevrouw Janssen. Ik wil even een opmerking en een vraag stellen over de beantwoording van de schriftelijke vragen van punt 8, ingekomen stukken nummer 9. En ik wil hierbij opmerken dat wij hoogstens verbaasd zijn dat het college niet op de hoogte was van het feit dat kinderen dus niet altijd mee kunnen doen met zwemles. En het tweede wil ik graag een bevestiging nu hebben dat dan de verordening van de participatiefonds zo snel mogelijk in de raad aan de orde komt. Voorzitter, graag even over 3, 6, 7 en 8. Waarom 3 en 7 misschien ook wel in één keer gaan wat mij betreft. Gaat over gebiedsontwikkeling Stadskanaal Vlagtvedde. We zijn daar, hebben daar informatie, schriftelijke informatie over gekregen. Er zijn ook weer gelden mee gemoeid. Ik zou graag willen dat wij toch binnenkort ook als raad echt geïnformeerd worden welke voordelen dat het biedt en welke kant dat het verder opgaat. En dat betreft ook eigenlijk dan 7. Wij zijn wel geïnformeerd, de raad is wel geïnformeerd, de brief van Bellingwedde, ook de raad en college. Het college heeft dus ook geantwoord
Maar deze raad is weer, ja, in die zin buiten schot gebleven. Wordt ook niet gevraagd wat de raad ervan vindt. Terwijl er toch een brief aan de raad is vanuit Bellingwedde. Ook graag zou dat toch, ja, duidelijkheid moeten geven. En het gaat mij er niet om om nu te zeggen van wij zijn tegen het uitstel wat Bellingwedde vraagt. Maar toch zal er ook binnenkort duidelijkheid moeten overkomen wat ons betreft. Dan voorzitter 6. Uw advies over die rechtspraak rechtbank Groningen op verzoek van voorlopige voorziening zegt u voor afhandeling overdragen aan het college. Graag zouden we daar iets over willen horen, als ik kan nu al, wat het college daarvan vindt. Welke kant ze opdenkt hierbij. Laat ik het zomaar vragen, is dit gebeurd? Is deze zaak zover gekomen doordat er traagheid of iets vergeten is in dit huis? Met betrekking tot 8, voorzitter, ja, die motie, Partij van Arbeid van Scheemda, die ook ondertekend is op 1 na van alle fracties. Eerlijk gezegd, wij weten niet helemaal goed welke gevolgen dat zou kunnen hebben. En misschien kan het college daar wel duidelijker over geven, hoe zij daarover denkt. Dus dat zouden we graag willen weten. Dank u wel. Bedankt meneer Wups, dan de heer Biezen. Ja, voorzitter, dank u wel. Even overeen. Iedereen mag natuurlijk bezwaar maken tegen een bouwvergunning. Maar wat ik hoor, en dat is even terzijde, is dat de subsidie voor het bedrijf al in gevaar komt door dit bezwaar. En het gaat ook om een stukje werkgelegenheid. Dus ik vind het jammer dat mensen bezwaar maken tegen deze bouwlocatie, waarvan ze volgens mij weinig last hebben. Maar even dat terzijde. Het gaat mij er even om dat in de brief degene die bezwaar hebben gemaakt, wordt gemeld dat het college een aantal maanden de tijd heeft om te gaan reageren. En volgens mij moet u dat doen voor 9-9 als u aan de eis van de bezwaren wil voldoen. En ik neem toch aan dat u ook ingaat op datgene wat er in de mail staat. Waarin wordt geconcludeerd dat het college niet correct met onze belangen als bezwaarmaker om is gegaan. En ik neem aan dat u dat in uw argumentatie richting degene die bezwaar hebben gemaakt gaat meenemen. Waarom u denkt dat u correct hebt gehandeld. Dank u wel. Bedankt meneer Bies. En dan als laatste meneer Bagheesjes. Ja, punt 1, 4 en 7, voorzitter. Dat in aanzien van 1 sluit ik mij volledig aan wat zojuist de heer Biezen heeft uitgesproken. In die zin dat de VVD-fractie er toch wel wat problemen mee heeft wanneer je op zo'n grote afstand van een te dergelijke te ontwikkelen gebied ligt. Kan de VVD-fractie zich nauwelijks voorstellen dat er bezwaren tegen kunnen zijn om daar een gezichtsbepalende, van zo hebben we dat dacht ik ook in die bestemmingsplan geformuleerd, een gezichtsbepalend een bedrijfslocatie te bouwen. Dus wat dat betreft vanaf onze kant van harte instemming om daar te gaan bouwen. Ten aanzien van punt 4, de heer Kanter wou dit graag op de agenda. Mij bekruipt persoonlijk het gevoel dat dat denk ik nu wat prematuur is. Het is een voortgangsreportage. Ik heb er wel één vraag over. Daar wordt over gesproken wanneer wij de hele ontwikkeling op hold zouden zetten. Pardon. Dan zou dat voor beide partijen, in dit geval Borgen Odoren en Stadskanaal, een verlies betekenen van nagenoeg 1 miljoen. Zoals daar in de reportage wordt vermeld. En mijn vraag daarin is, is in die 1 miljoen voor onze gemeente ook een eventuele boekverlies verdisconteerd die mogelijkerwijze kan ontstaan op de twee woningen die we voornemend zijn om die te gaan verkopen. De twee buitenliggende woningen, om het zo maar eens te formuleren. Daar wil ik toch graag wel antwoord op. Ten aanzien van 7, gemeente Bellingwedde. Daar wou ik het al volgt maar bij laten, voorzitter. Van uitstel komt afstel. Ik dank u wel. Oké, bedankt. Dan zijn er een paar vragen die ook richting presidium gaan eigenlijk.
Dat is de vraag van de heer Kanter om de voortgangsrapportage Drentse Horn op de agenda te zetten. Als daar vanaf de kant van de raad verder geen bezwaar is, dan zal het presidium dat meneer Plieger. Nee, op zich hebben wij geen bezwaar, gezien ook wat we eerder met elkaar hebben afgesproken. Alleen in de notitie staat ook dat begin 2010 mogelijkerwijs een goed moment is om het een en ander even te evalueren. Omdat dan ook een beslissing moet worden genomen over de verdere ontwikkeling van Drouwende Park. Dus dat zou ook een mogelijkheid zijn. Anders moet je in maart, februari nog een keer. Goed, bedankt. Het presidium zal dat die opmerking ook meenemen en we zullen daarop terugkomen. Dan de opmerkingen die zijn gemaakt over de samenwerking BSV. Het presidium geeft hier te kennen dat wij voornemend zijn om dat punt, het punt voor een discussie van de raad voor te bereiden. Mag ik daar een vraag op stellen, voorzitter? En dan voor of na 8 oktober? Voor 8 oktober vlak na 8 oktober. Ja, klopt. Is, ja. Goed, dan wie van de collegeleden mag ik het woord geven? Rijd je af? Ja. Oké. Goed, is een de heer Van der Kolk. Voorzitter, de ChristenUnie stelt mij twee vragen ten aanzien van punt 3. Gebiedsprogramma Stadskanaal Vlagwedde. U heeft alle informatie in feite gekregen, uitvoerige informatie, dus ik kan zeggen van ja, leest u het maar. Maar ik kan ook begrijpen dat u zegt van nou, we willen toch eens een keer weer even bijgepraat worden. Ik merk die behoefte ook wel als het gaat om thema's als Centrum voor Jeugd en Gezin en dergelijke. Dus ik kan me best voorstellen dat op een goed moment tijdens bijvoorbeeld een informele raadsbijeenkomst de raad eens even goed bijgepraat wordt. Puur zeker is dit de uitvoeringsplan. Van door u vastgesteld beleid en door de samenwerking met Vlagwedde in Groningen kunnen we ook meer middelen aanwenden om die doelstellingen te bereiken die u geformuleerd heeft. Dan nog even over punt 7. Ik had net even een klein conclaafje met de voorzitter. Wij zullen als college ook op een goed moment een stuk voorbereiden en u toe laten komen via het presidium. Ja? Bedankt. Wethouder Bessenbinders. Dank u wel, voorzitter. Wat betreft punt 1. Ik zal op dit moment inhoudelijk niet ingaan op de bezwaren zoals die zijn geuit. Uiteraard kan ik mij wel wat voorstellen met wat er gezegd is. Maar de commissie rechtsbescherming heeft deze zaak op 4 augustus behandeld. En komt met een advies naar het college. En wij zullen er proberen alles aan te doen om tijdig een besluit te nemen. Maar we zijn dus wel op dit moment afhankelijk van het advies van de commissie rechtsbescherming. Dat over punt 1. Wat punt 4 betreft, de opmerking van de heer Borgesius is correct. Dat is inclusief, dat daarin is, zijn de kosten en de opbrengsten van die woningen verdisconteerd in dat miljoen euro. En dan wat betreft punt 6, dat gaat over een voorlopige voorziening. Er is inmiddels een uitspraak gedaan door de rechter. En die uitspraak die is in het voordeel van degenen die beroep hebben aangetekend, die de voorlopige voorziening hebben aangevraagd. En de gemeente die is ertoe veroordeeld, tussen aanhalingstekens, om binnen 4 weken een besluit te nemen. En dat besluit moet genomen worden door de gemeenteraad. En wij zullen dus in de vergadering van 28 september met een voorstel naar u komen over deze zaak die betreft de heer Van der Veen en de schoolkade. Zitten we dan nog binnen 4 weken? Dan zitten wij net buiten de 4 weken, maar dat heeft geen juridische consequenties. Daarover is inmiddels ook overleg geweest met de advocaat van Van der Veen. En zij zullen wat dat betreft, ja, ze kunnen opnieuw beroep instellen, maar dat heeft dan geen zin, omdat dan de tijdslimiet al is bereikt. Maar het heeft geen juridische consequenties.
Dus wij komen 28 september, anders zou er een extra raadsvergadering een week eerder moeten plaatsvinden. Dan, voorzitter, punt 8 over de gemeente Scheemda en de contingenteringsregeling. Wij zijn op dit moment met de 7 streekraadgemeenten en Stadskanaal in Vlagtwedde en Vlagtwedde bezig met de voorbereiding van een regionaal woonplan. Daarover is het afgelopen driekwart jaar intensief overleg gevoerd. Daarbij is ook de gedeputeerde, de heer De Bruyne, bij betrokken. Wij zijn in een afrondende fase om in het kader van het hele provinciaal omgevingsplan vast te leggen hoe het met de verdeling gaat van de aantallen woningen. En dan gaat het met name om de verdeling van de toename, dus het aantal toegevoegde woningen. Een sloop is normaal gesproken 1-op-1 terugbouwen, maar wat mag je daarna nog toevoegen? Wij zijn dus in een eindfase en ik verwacht dat wij daar ook een overeenkomst over bereiken binnenkort. Dus in die zin kan ik mij levendig voorstellen dat hier staat om deze motie voor kennisgeving aan te nemen. Dank u wel. Meneer Borges, ja. Ja, richting de wethouder. Naar aanleiding van punt 4. U heeft dus boekingsverlies, zei u, meegenomen. Ik zal u niet vragen hoeveel. U kennen weet u dat ongetwijfeld, maar daarmee geef je denk ik misschien ook je onderhandelingspositie wel te veel bloot. Dus ik zal u die vraag niet zo direct stellen. Maar denkt u, kijkend naar de huidige marktomstandigheden, dat het boekingsverlies wat u heeft meegenomen voldoende is? Ja, wat had u zelf gedacht? Voorzitter, dat is... Ik vrees van niet, eerlijk gezegd. Maar dat is, ik heb u gezegd, ik zal niet naar absolute getallen vragen. Ik weet zeker dat u die weet, maar... Nee, dat is natuurlijk, sowieso een lastige vraag op dit moment. En de woning staat al, en dat is breed bekend, al toch wel geruime tijd te koop. Hij zit niet in de goedkoopste klasse. Het is natuurlijk ook een klassewoning op een klasseplek. Dus wat dat betreft, dan hebben wij van de opbrengst hoge verwachtingen. Maar meer zal ik het op dit moment ook niet over uitweiden. Dank u wel. Oké, bedankt. Wethouder Duit. Dank u wel, voorzitter. Het CDA, bij monde van mevrouw Janssen, heeft bij punt 9 een opmerking gemaakt en een vraag gesteld. Om te beginnen bij de opmerking... De verbazing uwerzijds over het feit dat het college volgens de beantwoording niet op de hoogte was van de vragen die u heeft gesteld. En dus ook niet op de hoogte was van het beschikbaar zijn van onvoldoende middelen in uw visie in het kader van die zwemlessen. Het klopt, en dan verwijs ik even naar een e-mailbeantwoording door een ambtenaar aan u op 4 juni. En die is in cc aan mij gericht... In die zin was een lid van het college op de hoogte, maar die informatie, omdat het hier om een ambtelijke beantwoording ging, die is verder niet gedeeld met het college, omdat de vraag ook informeel gesteld was en ook niet formeel aan het college. Dat als reactie op uw opmerking met betrekking tot uw vraag, de uitwerking van de kadernota armoedebeleid, die voltooid zijn... Zijn eindpunt. Wij zijn druk bezig om de kadernota nu uit te werken in een verordening als het gaat om de langdurigheidstoeslag. En in het kader van onze deregulering zullen we de rest uitwerken in beleidsregels. En die kunt u dit vroege najaar kunt u die uitwerking tegemoet zien. Maar het gaat mij even om die verordening van de participatiefonds, of die verhoogd kan worden. En die verordening moet ook in de raad vastgesteld worden, daar gaat het mij om. Die wordt uitgewerkt in nieuwe beleidsregels. Oké. Okay. En die komt dit jaar, dat kunnen we nu vaststellen, die dat dit jaar nog aan de orde komt. Ja. Prima. Ja, ik wou toch nog even ingaan op die verbazing die wij hadden. De wethouder heeft een antwoord gegeven dat hij persoonlijk wel op de hoogte was. En bij mij leeft dan toch het idee, als een van de wethouders persoonlijk op de hoogte is, is het college op de hoogte. Nog op reageren, wethouder Duits.
De veralgemeniseer ik het even. Het college en niet alleen deze wethouder, maar ik denk alle wethouders krijgen regelmatig vragen in CC, beantwoording CC toegestuurd. Het is niet gebruikelijk dat wij al deze vragen die wij per e-mail of anderszins krijgen, dat we die in alle gevallen delen met het college. Dat is de beoordeling van de individuele wethouder. Er had in de beantwoording een voetnoot gesteld kunnen worden waarin zou staan, hebben gestaan dat de wethouder, de portefeuillehouder in deze wel was geïnformeerd, maar het college verder niet. Ik hoef daar op dit moment niet verder op te reageren. Bedankt. Iemand anders nog over een van de punten van de ingekomen stukken? Niet. Dan gaan we naar inlichting en college. Is de heer Bessenbinders als enige? Nee, Oké. Voorzitter, dank u wel. Het onderwerp waar ik het even over wil hebben is het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. In juli, of u hebt natuurlijk het nodige kunnen lezen over aanbesteding van zeg maar even het groot openbaar vervoer en de kostenontwikkeling daar en de commotie daarover en die nog niet ten einde is. Maar waar het mij om gaat is het doelgroepenvervoer, het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer. Dat is in dat bestek voor de hele aanbesteding destijds meegenomen. En het kleinschalig openbaar vervoer, zeg maar dat WMO-vervoer en het leerlingenvervoer, dat is in begin juli is dat gegund aan de groot personenvervoer BV te Winschoten. En dat is ook gepubliceerd. Wat een punt is, dat heeft nog wel de nodige consequenties. Het betekent, als het om het leerlingenvervoer gaat, dat als het om alle gemeenten gaat, de stijging van de kosten op jaarbasis 11% bedraagt. En dat die stijging, en dat geldt straks ook voor het WMO-vervoer, met name veroorzaakt wordt door de ongewisheid over de brandstofprijzen en door een nieuwe CAO in het openbaar vervoer en het taxivervoer. U herinnert zich waarschijnlijk de stakingen die daar hebben plaatsgevonden en wat geleid heeft tot een forse stijging van de CAO. Dus 11% voor het leerlingenvervoer voor alle gemeenten. Voor onze gemeente is er sprake van een stijging van 25%. En dan gaat het om €110.000 als het om het leerlingenvervoer gaat. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat in het nieuwe bestek de basis voor de berekening niet meer is het aantal leerlingen, maar het aantal kilometers. En op zich is dat een redelijke maatstaf, maar het heeft dus wel consequenties, in dit geval met name voor onze gemeente. Uiteraard, en u begrijpt dat met leerlingenvervoer, kan dat ook nog wel eens van jaar tot jaar fluctueren. De gunning van het leerlingenvervoer gaat trouwens in op 1 augustus 2010. Bij het WMO-vervoer ligt de zaak iets anders. Dat gaat op 1 oktober 2010 in. Voor alle gemeenten is daar sprake van een stijging van 20% gemiddeld. En voor onze gemeente is er sprake van een stijging van 12%. En omgerekend komt dat neer op jaarbasis op €60.000. Dus op jaarbasis structureel hebben we het wel over een nadeel van €170.000... als gevolg van deze aanbesteding. En uiteraard, en ik zeg dat ook in alle eerlijkheid, hadden wij natuurlijk met alle andere gemeenten in onze provincie en niet alleen in onze, maar ook in die van Drenthe, erop gerekend dat wanneer je met zo'n fors bestek komt en wanneer je met zo'n aanbieding komt, dat er veel partijen zullen zijn die daarop in zullen schrijven en dat de prijs die daaruit komt eerder voordeel dan nadeel oplevert. Maar de praktijk is anders. De praktijk is ook dat er slechts 2 inschrijvers zijn geweest en dat uiteindelijk de prijzen die waarop ingeschreven is, dat die geleiden of leiden tot dit soort stijging van kosten. Op zich een kostenstijging die volgens het hele stuk wel verklaarbaar is, maar wel de nodige financiële consequenties heeft. En uiteraard zullen wij daar in de begroting en de meerjarenraming op terugkomen en u daarover breder informeren.
Voorzitter, het tweede punt waar ik iets van wil zeggen, dat zijn de bouwlegers die op dit moment ook best in de belangstelling staan. Omdat het natuurlijk zo is dat de bouwactiviteiten fors stagneren. Wij hebben in onze begroting 2009 een opbrengst geraamd aan bouwlegers van 500.000 euro. En werkelijk tot en met juli zitten we op pakweg 2 ton. Dus wij schatten op basis van dat gegeven in dat wij 1,5 ton minder opbrengst aan legers zullen hebben in 2009 dan er geraamd is. Dat is een opbrengstvermindering van pakweg 30%. En dat het met name ligt aan de bouwvergunningen voor de grotere werken, mag blijken uit het aantal bouwvergunningen. De opbrengst is gedaald met 30%, maar het aantal bouwvergunningen wat wij in het eerste halfjaar hebben behandeld is gedaald met 15%. Dus het zit er met name in de grotere projecten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Meneer Bagheesjes. Ja, richting de wethouder, voorzitter, over die vervoerskosten. U hebt dat met meerdere partijen, heb ik begrepen, van u nu aanbesteed. U wordt daar met niet te misverstaande verhogingen geconfronteerd. Maar wat mij eigenlijk veel meer zorgen baart, dat u zei van er waren slechts 2 inschrijvingen. Ja, toen ik dat van u hoorde, toen dacht ik bij mezelf, en u hoeft daar verder niet op te reageren, maar moet je ze niet eens een keer richting NMA gaan denken? En ik wou het daar maar bij laten. Oké, dan laten we het daarbij. Wethouder Duits. Voorzitter, iedereen heeft kunnen lezen dat de aandeelhouders van Essent begin juli hebben besloten, 100% iedereen, om de aandelen over te dragen aan RWE. Die zogenaamde closing, dus het afsluiten van een transactie, die zou op 31 juli plaatsvinden. Maar op 10 juli is er een kort geding, is een kwestie aan de orde gekomen, de overdracht van de zogenaamde EPZ-aandelen, Borselen, dat gaat op de kerncentrale. En de afsluiting daarvan vereist meer tijd, met name vanuit het juridische oogpunt. Dus de zogenaamde closing is nog niet gerealiseerd. Dat betekent ook dat wij het kapitaal nog niet hebben ontvangen. De verwachting is dat de closing voor 1 oktober aanstaande zal kunnen plaatsvinden. De rentederving hebben we hier niet in, want we hebben een bericht gekregen van Essent dat de uitgestelde uitbetaling op rente wordt gezet. Bedankt. Dan de heer Boy. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een korte mededeling over de STAR. U heeft allemaal kennis kunnen nemen van de brand die gevoed heeft in de loods, de werkloods bij de STAR. Heel dramatisch. Ze dachten bijna dat ze uit het dal waren, financieel. U bent er allemaal mee op de hoogte. Bijna is er een nieuw bestuur rond en dan worden ze toch weer zo teruggeworpen. Ik ben vandaag even langsgereden. De grote loods waar het in gebeurd is, die blijft voorlopig gesloten in verband met onderzoek. Schade-experts waren bezig de zaken op te nemen. Er wordt uiteraard onderzoek gedaan naar oorzaak, maar ook naar wat het allemaal gaat kosten. Want het gaat nogal erin hakken waarschijnlijk. Men verwacht dat het wel enkele weken gaat duren voordat vastgesteld kan worden hoeveel schade er daadwerkelijk is. Dat is de mededeling. Mag ik daar even een vraag over stellen? Het is natuurlijk heel erg wat er gebeurd is, voorzitter. Maar kunt u al een inschatting geven of de schade door de volledige schade door de verzekeringen gaat worden gedekt? Kan ik niet aangeven. Men is verzekerd, maar ik weet niet in hoeverre dat de schade zal dekken. Dus maar het kan dus zijn dat vanuit de STAR een verzoek komt om financiële ondersteuning vanuit de gemeente te gaan krijgen. Ik kan het niet voorzien, maar ik acht het niet onmogelijk. Maar daar kan ik niks met zekerheid over zeggen. Ja. Nee. Oké, bedankt. Dat waren de inlichtingen van het college. Voor punt 7 vragen. Nu zijn geen verzoeken binnengekomen.
8 ook niet. Dan gaan we naar de rondvraag. Wie voor de rondvraag? Niemand? Ja? Ja, ga. Mij kwam in het weekend ter oren dat er ontwikkelingen zijn rond de spelotheek. Mij kwam rond het weekend of in het weekend ter oren dat er ontwikkelingen zijn blijkbaar rond de spelotheek. En daar was enige onrust over bij deze mensen. Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het met deze voorziening die het CDA een warm hart toedraagt eigenlijk staat en hoe de toekomst eruit ziet. Wethouder van de Kolk. Ja. Voorzitter, met het bestuur van de Stichting Spelotheek worden op dit moment gesprekken gevoerd. En ik ga daar ook niet te veel van zeggen, omdat we druk in gesprek zijn om een aantal mogelijkheden te verkennen. Even naar de bestaande situatie. Men is nu in Maastee, men zit in een aantal woningen die Levier hen aangereikt heeft. En er is een mogelijkheid bij de Novo CQ Meidoorn School om daar een deel van de spelotheek naar over te hevelen. En of dat een afdoende oplossing is en hoe het verder wordt opgepakt en wordt uitgewerkt, daarover praten we op dit moment. Niet alleen met de spelotheek, maar ook met scholen. Meidoorn School, Novo, maar ook met de basisschool. En we hopen dat voor 1 november of 1 december, want dan zou de spelotheek uit die huizen gaan in Maastee, dat er dan een duurzame oplossing gevonden is. Mevrouw Helaamt. Oh ja. Ik wilde graag weten hoe dat gaat met die mega varkensschuren. Dat was jaren geleden een verplichting om daar aanplant te plegen, om die schuren. Nu staat er aan de Musselweg 2 nieuwe schuren waar geen beplanting omheen zit. De oude schuren wel. Ik geloof dat dat in de portefeuille van wethouder Boy zit. Kunt u mij daar antwoord op geven of dat nog een plaatselijke regeling is of dat het een wettelijke regeling is? Nou. Of bestaat die helemaal niet meer? Men schuift elkaar de bal toe. Jullie mogen ook met z'n tweeën naar het kathedraal lopen. Dat hadden best een Millers. Zal ik er wat van zeggen? Ja, u kreeg dat is toch goed hoor. Ja, vindt u dat goed? Nee, de voorzitter gaat erover. Voorzitter, het is de onderste Veenweg daar, of niet? Bedoelt u dat niet? Ja, onderste ja, Veenweg. Onderste Veenweg. Er staan 2 nieuwe schuren. Ja, er staan 2 en er stonden al 2. Stonden er 2. En ja. Oude zit beplanting omheen. Er was jaren geleden een verplichting dat er beplanting omheen moest. Ja. Ik zoek dat voor u uit. Ik heb daar op dit moment geen antwoord op. Maar u hebt deze week antwoord. Wat zegt u? U hebt deze week antwoord. En dat had de heer Boy ook wel kunnen zeggen, maar ja. Ik vind het ook wel leuk om dat te doen. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Nee, hè? Nee. Komt deze week. Oké, dank u. Oké, bedankt. Dan gaan we naar... Sorry. Oosterhuis. Oké. Ja. Voorzitter, onze fractie die is nieuwsgierig hoe het staat met de aanleg van de kunststof ijsbaan hier op het Stadsplein. Of we in december kunnen schaatsen. Ik weet niet of meneer Boy of meneer Bessemiddel erover gaat, maar... Voorzitter, ik ga niet overal over. Maar ik ben net bijgepraat vanmorgen en ik zal niet alles vertellen. Maar wij zijn daar druk mee in de weer als het gaat om de voorbereiding voor een ijsbaan in het centrum hier op het Stadsplein in de laatste weken van december. Dus daar wordt overleg gevoerd met leveranciers, er wordt overleg gevoerd met centrumwinkeliers. En wat die is meer zei, dus wij komen met het plan om daar een ijsbaan neer te leggen. Uiteraard zullen wij daar netjes de financiële consequenties bij vermelden. Maar dat mag u op korte termijn tegemoet zien. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Vergeet ik nou nog iemand? Niet? Dan gaan we naar agenda punt 10. Woonrijp maken gebied De Venen in Stadskanaal. Wenst iemand van de raad daarover het woord? Niemand? Wenst iemand daarover stemming? Niet? Dan is conform voorstel besloten. 11. Bestemmingsplan Zone Industrie Lawaai Bedrijventerrein Zuid-Groningen en AVB in Terapelkanaal. Wenst iemand daarover het woord? Meneer Borgesius verder nog? Niet? Meneer Borgesius, ga je gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja,
Ik realiseer mij dat het misschien op het kantje is, hoor, voorzitter. Laat ik dat op voorhand zeggen. Ik denk dat deze aanvraag van die uitbreiding van sonering een direct verband ligt met een mogelijker aanleg van bedrijvenpark Zuid-Groningen fase 2. Alleen fase 1 hebben we nog nooit afgesloten. En ik wou toch nu wel eens een keer antwoord van wanneer gaan we dat nu eens een keer doen. Tot zover. Bedankt. Wie? Meneer Boy. Zoals u weet, het project is een gezamenlijk project met Vlag Wedde. We zijn er helemaal uit. Al lang geleden is er al in de vergadering van Zuid-Groningen, Stichting Zuid-Groningen, besluit genomen hoe de afrekening moet plaatsvinden. Daar gaan we positief uit. Positief saldo zit erin. Alleen, we hebben verschillende keren verzocht aan Vlag Wedde, kom nou met die afrekening, want het secretariaat zit daar. En daar zit het dus nog. Maar ik zal nogmaals de wethouder op attenderen dat we daarop zitten te wachten. Dus binnenkort. Dank voldoende, meneer Pagesius. Wenst iemand stemming? Niet? Dan is conform het voorstel besloten. Agenda punt 12. Kunstgrasveld voetbalvereniging Musselkanaal en aanleg van een MTB-parcours. Wenst iemand? De heer Plieger, de heer Van der Vlag, meneer Hamster. Meneer Hamster, ga je gaan. Niet schrikken. Dank u wel, voorzitter, dat ik zo snel het woord mag. Ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen, dat zal ik ook niet doen. Ik wil gewoon opmerken dat de ChristenUnie het een mooie ontwikkeling vindt. Dat er kunststofgebaande komt en met name dat Musselkanaal bereid is om daarmee het extra veld af te staan voor het mountainbike parcours. En dat we deze ontwikkeling van harte steunen. Dank u wel. Oké, dank u wel. Meneer Plieren. Voorzitter, ik wou een paar woorden extra nog aan wijden. Wij zijn enthousiast als CDA-fractie over dit voorstel. Want hiermee wordt al een uitvoering gegeven aan een gedeelte van de notitie kunstgrasvelden op een manier waarbij onder andere verenigingen duidelijk laten zien een bijdrage te willen leveren aan de gemeentelijke doelen op het gebied van sport en bewegen. Iets waar het CDA ook al een aantal keren over heeft gesproken. En dat, zo hebben wij vernomen, na goed overleg met de voetbalvereniging Musselkanaal en MTB-team Rolfers. Oftewel, onze complimenten voor het voorstel dat er ligt. Een versterking van de infrastructuur voor sport in Musselkanaal en omgeving, met daarbij de wens van de vereniging zelf, zoals ik heb vernomen van hen, om meer activiteiten te gaan organiseren. Daarmee, zoals al aangegeven, gaan ze waarschijnlijk nog meer bijdragen aan de gemeentelijke doelen op het gebied van sport en bewegen. Een aantal malen komt in het voorstel het woordje kan of misschien zelfs kunnen voor. De CDA-fractie begrijpt dat sommige zaken niet af te dwingen zijn. Wel hebben wij hoge verwachtingen van de stimulans die uitgaat van dit voorstel om meer tot bewegen te komen. En de CDA-fractie stemt dan ook met plezier en met enthousiasme in met het gehele voorstel. Bedankt. Dan de heer Van der Vlag. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, wij zijn als Partij van de Arbeid even enthousiast als in de ChristenUnie en het CDA. En ik denk ook de andere partijen, anders hadden die wel willen spreken. Wij hebben toch nog wel een aantal aanvullende vragen. U zegt in het raadsvoorstel dat ook andere verenigingen, zoals in dit geval bij Kunstgrasveld van Musselkanaal, dus Mussel en CETA, ook gebruik kunnen maken van het veld. De voetbalvereniging ECS die heeft inmiddels ook een kunstgrasveld. Daarvan maken ook al een aantal verenigingen, zoals SPW en Sportclub Snel gebruik.
Onze vraag is of er ook een soort protocol is van deze afspraken. Of waarin in ieder geval deze afspraken zijn vastgelegd. Waarin staat om toch deze gemeentelijke velden zo optimaal mogelijk te gebruiken. Nu is het vaak zo dat gemeenten of verenigingen elkaar een beetje bellen van kunnen we op het veld, ja of nee, ja, dat is moeilijk. Maar is daar eigenlijk ook een gemeentelijke richtlijn voor? Zijn er afspraken over? Dat zouden we graag willen weten. En de tweede vraag die ik wilde stellen is, wij hebben vorig jaar hebben wij meerdere keren gepleit om inderdaad het aantal kunstgrasvelden uit te breiden bij diverse voetbalverenigingen, sportverenigingen. Nou, dit is een hele goede aanzet daartoe. Wij zijn in ieder geval benieuwd hoe het staat met de aanleg van nog meer kunstgrasvelden, bijvoorbeeld bij SPW en bij Stadskanaal. Dat was het, voorzitter. Dank u. Dank u wel. Daar heeft zich nog een enthousiasteling gemeld, meneer Borgesius. Voorzitter, ik ben blij dat het woord enthousiast zo goed aanslaat. Nee, voorzitter, natuurlijk ben ik wel enthousiast, laat ik dat voorop stellen. Maar ik werd in feite opgeroepen door uw partijgenoot, de heer Van der Vlag. Die zei, ook andere partijen zullen er wel zo over denken. Dus toen voelde ik mij ook geroepen om hier nog even te staan. En natuurlijk is ook de VVD-fractie enthousiast dat deze ontwikkeling zich hier in gaat zetten. Wat ons natuurlijk enorm aanspreekt, dat is het multifunctioneel gebruik in de vorm ook van de ontwikkeling van de MTB-parcours. Ik ben er gistermiddag nog op het voetbalveld geweest. En ik heb me de situatie daar ook aanschouwd en ik denk dat op zich dat ook goed kan worden ontwikkeld. Maar ten aanzien van dat enthousiasme, nog één ding, voorzitter. We gaan dit wel afschrijven in 20 jaar. Dit enthousiasme heb ik ook bespeurd bij de aanleg van de Wetravelden. En daar wou ik het maar bij laten. Voorzitter, mag ik daarop reageren? Voorzitter, mag ik daarop reageren? Ja, meneer Van der Vlag, zeker. Voorzitter. Kijk, ik was zo verbouwereerd over het enthousiasme. En ik was zo, in mijn stuk had ik inderdaad ook staan dat wij de ontwikkeling van kunstgrasvelden ook met name toejuichen vanwege de slechte gesteldheid van de Wetravelden. En als je praat over kosten en alles, nou, dan vinden wij dat de aanleg van Wetravelden, dat is eigenlijk voor niets geweest en daarom juichen wij ook dit met name toe. Nee, maar toen waren we met z'n allen ook heel enthousiast. Dat wou ik er bij mij zeggen, meneer Van der Vlag. Theorie en praktijk die verschillen nog. En ik heb gistermiddag een Wetraveld nog mogen aanschouwen. Maar ja, inderdaad, dat is helaas niet datgene geworden wat we ervan hadden gehoopt. Nee. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. En ten aanzien van, vandaar vroeg u dan ook nog naar Van de Velden op zich. Ik moet zeggen, het hoofdveld van Mussenkanaal heeft gelukkig niet de verschijnsel van het hoofdveld van Stadskanaal. Maar die spelen ook een klasse hoger, meneer Borgesius. Die spelen ook een klasse hoger, dus ik denk dat... Mussenkanaal bedoelt u? Ja. Nee, maar dat wist ik wel. Zo, meneer Biezen. Nou, voorzitter, wij zijn natuurlijk ook bijzonder enthousiast over dit initiatief. En wij zijn ook bijzonder enthousiast over de ChristenUnie, dat die ook bijzonder enthousiast is. Omdat er ook op zondag wordt gespeeld en... Nou, dat doet ons wel deugd. Nou. Voorzitter. Bedankt. Voordat het woordje enthousiast wat ik in de discussie heb gegooid en vervolgens door velen opgenomen is, ja, een beetje te luchtig over gedacht wordt. Kijk, het woordje enthousiast voor mij en voor ons slaat ook op het feit dat de verenigingen, zowel MTB Rolfus als zeg maar FC Musselkanaal, of de voetbalclub Musselkanaal, heeft aangegeven echt activiteiten te willen ontplooien. Die staan in het teken van wat wij graag willen, namelijk meer sport en bewegen. En in hun beleidsplannen van de voetbalvereniging Musselkanaal zie je dat terug. Dus dat vind ik ook een heel sterk punt. Helder, dank u wel. Bij ons bij aan, voorzitter. Dan zijn er volgens mij twee vragen gesteld door de heer Van der Vlag. En ik wil de heer Duit vragen deze vragen te beantwoorden. Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met de constatering dat zonder overleg met mijn college het college bijzonder enthousiast is over uw enthousiasme in deze. En laten we er allemaal verder over ophouden, want nu weten we het wel. Twee vragen van de kant van de Partij van Arbeid. Het gebruik van kunstgrasvelden in het algemeen binnen onze gemeente door andere verenigingen. Ik heb niet scherp op mijn netvlies of wij daar een heldere verordening of regeling over hebben.
Ik laat dat uitzoeken en zal u daarover informeren. Als er belemmeringen zijn in die zin, dan moeten we dat even aan gaan passen. Zodat we komen tot een optimaal gebruik van deze kunstgrasvelden door andere verenigingen. In betrekking tot de tweede vraag. Hoe ver staan wij met plannen voor ontwikkeling van kunstgrasvelden elders? U noemt Sportpark Noord in casu SPW en het Pagedal. U weet dat wij met betrekking tot een multifunctioneel plan Sportpark Noord ook in de eindfasering zijn van die plannen. Dan wordt een ruimtelijke herindeling, die zal daar mogelijk het gevolg van zijn. Het punt kunstgrasveld willen wij ook in die zaak mee gaan nemen. In een latere fase, en dan hebben we het over de verdere ontwikkeling van accommodaties op het Pagedal, zullen we ook dat aspect bij de mogelijke ruimtelijke herindeling ook gaan meenemen. En dan heb ik ook tevens aangegeven het kader waar het college aan denkt om maximaal 3 kunstgrasvelden aan te leggen, waarvan u nu 1 hebt ondersteund in Musselkanaal. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Voldoende besproken. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hierover stemming wenst. Ik durf het wel aan om de hamer te laten vallen. Al dus besloten. Agenda punt 13, startnotitie duurzame energie. Opmerking vooraf dat de commissie, want het is een punt die is ingediend door de commissie. En de commissie heeft besloten om beslispunt 2, de 100.000 euro jaarlijks in te trekken. Dus dat beslispunt maakt geen deel meer uit van het voorstel. En ik wil de voorzitter van de commissie, de heer De Boer, uitnodigen om nog kort een toelichting te geven op het stuk. Ja, voorzitter, inderdaad kort, want het heeft denk ik geen zin om al die punten in de startnotitie nog eens langs te gaan lopen. De commissie is een aantal keren bijeen geweest en al vrij vlot zat er de vater in. Het kwam ook omdat we al vrij snel op één lijn zaten. Het was kortom ernst wat betreft het onderwerp bij alle commissieleden. En dat leidde al tot een eerste concept in eind januari. Toen waren we eigenlijk al bijna klaar, maar we vonden toch dat we dat concept moesten voorleggen aan echte deskundigen. En daartoe is een tweetal gerenommeerde bureaus in Nederland benaderd. Met de vraag van kijkt u hier eens naar en geven we u uw oordeel. Eind april, de tweede helft van april, hadden we beide antwoorden van die bureaus binnen. Over het algemeen werd er positief, redelijk positief zelfs, gereageerd op ons plan. In mei hebben we dus wat aanpassingen gedaan, wat veranderingen, wat aanvullingen. En daarmee was ons plan in feite klaar en kon het aangeboden worden aan de raad voor de raadsvergadering van juni. Alleen is het toen niet in behandeling genomen, dat gaan we nu dus doen. Ik denk dat het duidelijk is dat wij kiezen voor een hoog ambitieniveau. Ik denk dat het ook duidelijk is, ik heb het al gezegd, dat het ons ernst is met de aanpak van dit probleem. En wij vinden dan ook dat daar de nodige menskracht en het nodige geld bij moet. We hebben eerst gezegd 100.000. De vraag werd gesteld van waar is dat bedrag op gebaseerd. We hebben gekeken naar gemeenten die hier al mee bezig zijn. Wat die jaarlijks in de grote pot stoppen en dat weer gerelateerd naar het aantal inwoners, dan komt 100.000 redelijk goed in de buurt. Maar er werd ook gezegd van ja, we kiezen voor een hoog ambitieniveau en als de ambtenaar eenmaal enthousiast aan het werk is, dan kan het best zijn dat we volgend jaar 185.000 euro nodig hebben. En dat willen we natuurlijk met 100.000, als we dat zouden beslissen, niet in de weg staan. Een hoog ambitieniveau. En we vinden ook dat dit plan een integraal onderdeel moet worden van het gemeentelijk beleid. Eigenlijk vanaf morgen. Altijd wordt de vraag gesteld, hoeveel gaat zoiets kosten? Vanaf morgen moet ook de vraag worden gesteld, wat kunnen we doen op het gebied van energiebesparing, op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van het toepassen of opwekken van duurzame energie. En ik hoop, voorzitter, dat die boodschap goed is overgekomen. Dank u. Dank u wel. Dan wil ik graag het college de gelegenheid geven voor een eerste reactie. En daarna wil ik het stuk in bespreking geven bij de raad.
Wethouder Boy. Dank u wel, voorzitter. De commissie Duurzame Energie heeft de conceptstartnotitie opgesteld die moet leiden, met wat u al zei, tot een structureel beleid. Op korte termijn moet het leiden tot vermindering van de uitstoot van CO2 door energiebesparing en het stimuleren en toepassen van duurzame energie. Het college heeft kennis genomen van de startnotitie en u al een schriftelijke reactie gegeven. Wij constateren dat de commissie de lat hoog legt, u zei het al, met betrekking tot het ambitieniveau. Er worden ook eigenlijk een paar motieven gebruikt die wij niet relevant vinden en dat betreffen de motieven ten aanzien van buitenland en andere regimes. We hebben het hier wel over lokaal beleid. Het college echter onderschrijft de doelstellingen zoals die neergelegd zijn in de notitie en wil op zeer korte termijn de notitie uit laten werken. En ik wil ook toezeggen dat het zeer kort is en bij wijze van spreken morgen kunnen we ermee aan de slag gaan. Maar hier willen we het echter niet bij laten. Ook naar onze mening moet het initiatief leiden tot een structureel beleid. Naast het uitwerken van deze notitie zullen we daarom een beleidsnotitie opstellen. En hierin zal ook aangegeven worden hoeveel de structurele lasten zullen bedragen van dat beleid wat u al dan niet aan zult nemen. De uitwerking van deze startnotitie en de beleidsnotitie willen wij in januari aan de Raad presenteren. Dat is het, voorzitter. Dank u wel. Dan mag ik aannemen dat alle fracties hierover het woord wensen te voeren. Ja? Ja? VVD niet? Oké. Meneer Kanter, ga u aan. Ja, voorzitter. Dank u wel. De Partij van de Arbeid fractie heeft met belangstelling kennis genomen van deze startnotitie duurzame energie. En eigenlijk na een minder geslaagde poging van het college moeten we nu vaststellen dat de raadscommissie puikwerk heeft geleverd. En ik wil namens onze fractie daar ook onze complimenten voor geven. Toch hebben we nog wel een paar opmerkingen. De Partij van de Arbeid fractie is van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen of moet vervullen. Willen we de inwoners stimuleren en enthousiasmeren, ja, ik had hem er al staan, maar het moet niet flauw gaan worden, maar dan moeten we als gemeente ons beste beentje voorzetten. En dat moet ook serieus, snel en doelmatig worden opgepakt. We zijn blij dat het college het met de commissie van mening is dat er een energieambtenaar moet worden aangetrokken. De uitvoering van de startnotitie is voor een belangrijk deel afhankelijk van deze ambtenaar. Voor ons moet dit een ambtenaar zijn met een groen hart en die eigenlijk 's nachts groen droomt. Deze ambtenaar moet kunnen enthousiasmeren en realiseren. Hier zal een belangrijk deel van het succes van afhangen. De Partij van de Arbeidsfractie is van mening dat deze ambtenaar zo snel mogelijk moet komen. En gelet op de woorden van de heer Boy kunnen we daar denk ik bijna van uitgaan. Maar als u een datum zou kunnen noemen wanneer die er is, zou het wel heel mooi zijn. Wij hechten ook aan tempo. En eigenlijk de zin die ik hier heb staan over een uitwerkingsplan, hebt u ook al aangegeven, dat wilde in januari. Laat ik nou net januari hier hebben staan. Helemaal goed. Voorzitter, wat ons opvalt is dat het college het uitgangspunt hanteert dat het te verwachten resultaten steeds afgezet moeten worden tegen de investeringen. En voor de fractie van de Partij van de Arbeid staat vast dat sommige investeringen financieel niet rendabel zullen zijn. Wat voorop moet staan is de bijdrage aan energiebesparing. Wat voor ons hierbij telt is het signaal wat er afgegeven wordt. En daarnaast is het zo dat de eerste die investeren vaak meebetalen om het goedkoper maken voor anderen. Laat als overheid ons steentje daaraan bijdragen. Binnenkort zal de voorgever van ons gemeentehuis een opwaardering krijgen. De commissie Duurzame Energie stelt voor dit op een duurzame wijze te doen. De Partij van de Arbeidsfractie deelt deze mening.
Het bevreemdt ons dan ook dat het college het onderwerp ontwerpleidend acht. Onze fractie is van mening dat onze voorbeeldfunctie als gemeente hier leidend moet zijn. We kunnen ons als fractie vinden in het voorstel van de commissie om de jaarlijkse dotatie aan het duurzaamheidsfonds jaarlijks maar te gaan vaststellen en niet voor die 100.000 euro per jaar. En we gaan er dan ook vanuit dat de energieambtenaar daar jaarlijks goed onderbouwde voorstellen voor gaat doen. Op deze manier voed je de voorziening naar behoefte. Wij zien meerwaarde in de commissie Duurzame Energie. En wij zijn dan ook met de commissie van mening dat de commissie voorlopig niet aan zijn eind moet komen, maar pas aan het einde van deze raadsperiode. Er ligt een hoog ambitieniveau en we kunnen ons goed voorstellen dat het college, maar ook de energieambtenaar, een goede sparringpartner kan hebben bij deze raadscommissie. Voor goed beleid is een lange adem nodig. En daarom denk ik dat het goed is deze commissie nog een tijdje in stand te houden. Ook zijn wij verheugd dat er ook vanuit onze gemeenteondernemers druk bezig zijn met prachtige producten te ontwikkelen die ook deze duurzaamheid ondersteunen. En ik wil het college, maar ook misschien de toekomstige ambtenaar hierbij oproepen. Hou actief contact met deze ondernemers, want die kunnen zeer waardevol zijn in onze eigen doelstellingen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kanten. Meneer Plieger. Voorzitter, het CDA gaat ook voor een hoog ambitieniveau wat betreft de duurzaamheid van de gemeente Stadskanaal. Door de commissie is het ook aangegeven en wij kunnen dit ook duidelijk zien in hun plan. Wij gaan dan ook mee met de voorstellen in de stadnotitie duurzame energie in de grote lijn tenminste. Voor nadere uitwerking van de ideeën vindt de CDA-fractie het wenselijk, laten we niet zeggen, eigenlijk moet het zelfs zo snel mogelijk dat het college daarmee aan de slag gaat. Wij willen immers op korte termijn resultaten behalen wat betreft de vermindering van de uitstoot van de CO2. En daarom vinden wij het ook belangrijk dat op korte termijn, en misschien zelfs eerdaags, een energieambtenaar in de gemeente Stadskanaal wordt aangesteld. Wat je moeilijk wordt, anderen. Dat kan natuurlijk niet. En niet alleen het aanstellen van een energieambtenaar is mogelijk een bron van ideeën en mogelijk een bron van iemand die iets kan uitwerken, maar houdt ook rekening met mensen als een inspreker zoals de heer Van der Klok vanavond. Wat betreft het andere beslispunt in het raadsvoorstel, als het gaat om de commissie Duurzame Energie instellen tot het eind van deze periode, wil ik nog wel iets opmerken namens onze fractie. Wij achten dat niet noodzakelijk en eigenlijk ook niet passend bij ons duale systeem. De commissie heeft een duidelijke opdracht gekregen. Het komen met een startnotitie duurzame energie. Deze opdracht is nu afgerond. De zienswijze van het college is binnen, waarop trouwens in het raadsvoorstel niet wordt ingegaan, maar Allah. Volgens ons is het nu de beurt aan het college om de aanzet die de commissie heeft gegeven voor het duurzaam energiebeleid in onze gemeente verder uit te werken. Het volgen van de resultaten en de realisatie van het geheel is, zo vindt het CDA, een taak voor de hele raad. En hier wou ik het bij laten. Voorzitter, mag ik daarop ingaan? Mevrouw Van Amt. Ik steun het voorstel van de, of de GBS steunt het voorstel van de PvdA. Wij zijn voor het instand houden van die energiecommissie. Omdat dat een directere lijn is. Het contact met de energieambtenaar en de energiecommissie lijkt ons strakker dan met college en de raad. Vervolgens zou ik nog toe willen voegen aan het voortouw wat de gemeente moet nemen, niet alleen bij de voorgevel. Die is blauw genoeg en dat, als die wat minder wordt, is het nooit erg. Mevrouw Van Amt, is dit een vraag aan mij? Is dat een interruptie op de heer Plieger? Nee, oké, dan krijgt u zo de gelegenheid hoor. Dan krijgt u zo de gelegenheid om ook uw eerste termijn te doen. Ja? Oké. Meneer Wups. Voorzitter, ik heb misschien nog wel even een kleine interruptie op de heer Plieger.
Het gaat eigenlijk een over hetzelfde. Na de interruptie, maar vooruit. Doe maar. Nou, ik was even zo vriendelijk om op mevrouw Hernam te wachten. Ja. Ik ben toch wel, of ik vind het jammer dat de CDA-fractie niet de meerwaarde ervan inziet om deze commissie nog een tijdje langer in stand te houden. Als ik kijk wat voor resultaten er liggen, als ik kijk naar het hoog ambitieniveau, dan denk ik dat er heel veel voor te zeggen valt om ook voor iedereen die hier in huis snel aan de slag wil met de duurzaamheid, ook gewoon een delegatie vanuit de raad te hebben als klankbord. Waar je toch snel een aantal zaken mee kunt afstemmen, dan zijn we op de goede weg. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat dat juist van grote meerwaarde is bij het ambitieniveau. En ja, ik denk dat er weinig op tegen kan zijn om die commissie gewoon in stand te houden. Ik wil daar wel even op antwoorden. Het duale systeem schijnt nog niet zo lang te bestaan. En in het duale systeem is er duidelijk een spreiding van de taken, hoe moet je het noemen. Wij hebben een duidelijke andere rol als raad dan het college. En ik wil het vertrouwen uitspreken vanuit het duale systeem. Het college behoort met zoiets aan het werk te gaan. Hoort ons misschien te informeren via allerlei mogelijke kanalen die er zijn. Maar op zich vinden wij dat de commissie op dit moment zijn werk heeft afgerond. Wij hebben er geen probleem mee als u zegt hij moet nog een paar maanden langer bestaan. Maar het gaat alleen maar om het formele punt. Hoe past dit binnen het duale systeem? En daar past volgens ons bij dat je zoiets stopt. Wij blijven bij het hoge ambitieniveau. En we willen ook niets liever dan de uitwerking van deze notitie. Dat op hoog niveau met klassepunten naar voren komt. Dat wij als Stadskanaal ons kunnen profileren als zijnde een zeer duurzame gemeente. Dat blijft de CDA-fractie onderschrijven. Maar het gaat ons even om het principiële. Van hoe staat de raad in het duale stelsel en hoe staat het college in het duale stelsel? Dank, voorzitter. Bedankt, meneer Wubs. Interruptie? Of, Ja, nou, ook nog even gesteld door de heer Kanter. Ik had het bij zijn betoog ook willen doen, dus ik ben nog later. Maar goed, voorzitter, ging even om dat meerwaarde. De heer Kanter stelt de meerwaarde van de commissie. Maar ik zou graag argumenten willen zien welke meerwaarde. Dus eigenlijk zegt hij hier: de commissie heeft meerwaarde boven de raad. Als controlerend orgaan. En die meerwaarde zie ik echt niet. Dus De meerwaarde die ik heel duidelijk zie is de snelheid waarmee de commissie kan opereren ten opzichte van de raad. Je hebt als college of als ambtenaar een makkelijke ingang om even snel wat overleg te plegen of je op de goede weg zit. Als ik even naar onze rekeningcommissie kijk, kijk ik naar de holcommissie. Het zijn allemaal verschillende commissies vanuit de raad die toch het proces allemaal wat makkelijker maken. Maar dat is nu net inderdaad in het duaal bestel een hele vreemde, dat je een commissie zijn werk laat gaan waar de raad eigenlijk zou moeten doen. Daar zit nou net een kneep aan. Ja, wij kiezen daarin, het duaal zal misschien wat minder fraai zijn, maar het gaat ons met name om de snelheid en het resultaat. Oké, we hebben straks nog een dit interruptiedebat. Ja, of, ja, want ik wil eigenlijk even een element toevoegen. Want als ik naar het stuk kijk en ik kijk onderaan, dan staat daarin tegen die achtergrond acht de raadscommissie het gewenst dat ook haar voortbestaan een duurzame karakter krijgt. Daarom verbaas ik mij over deze discussie, want schijnbaar had u al besloten om gezamenlijk door te gaan. En nu hoor ik ineens dat niet het geval is. De raad gaat hier nu besluit nemen. De raad neemt hier nu een beslissing en de commissie heeft erover gesproken. Dat betekent dus dat u in de commissie hebt gezegd van uw vertegenwoordiger, ik weet niet wie, we gaan door. En dat er daarna discussie is ontstaan. Nou, wij hebben hier in de fractie over gesproken en we menen dit punt op deze manier toch naar voren te brengen. En de raadscommissie is daarover ook ingelicht over ons standpunt, van tevoren. Dat begrijp ik, maar dan is er dus over dit punt geen overeenstemming geweest binnen de fractie van CDA. Want uw vertegenwoordiger heeft gezegd, we gaan met z'n allen gewoon door. Klopt, we hebben hier een stevig debat over gevoerd en we menen het punt naar voren te moeten brengen. Als het gaat om waar ligt welke verantwoordelijkheid. En die achten wij op dit moment van groot belang om dat duidelijk aan te geven. In het duale stelsel wil je zaken goed ontwikkelen, dan moeten wij dat systeem ook een kans geven. En daar hoort onder andere nu even dit punt bij. En daar hebben wij over gediscussieerd en daar waren de meningen over, zoals u weet, verdeeld. En de meerderheid was voor dit. Maar wij zullen nogmaals, wat ik al zeg, wij zullen niet de hakken in het zand zetten om die laatste maanden die de commissie dan extra bestaat, naar de wens van een groot aantal, om dat tegen te werken. Maar het gaat ons om het punt. Ja? Akkoord. Duidelijk lijkt mij. Meneer Wubs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeente Stadskanaal gaat voor duurzame energie. Dit geeft ook verplichtingen, meer toepassingen van duurzame energie, energiebesparing en inspelen op de klimaatverandering. Even een geschiedenis nog, voorzitter. We schrijven 29 september 2008. Het college komt met voorstel naar de raad met betrekking tot duurzame energieprojecten. Nu bijna een jaar geleden. De ChristenUnie vindt het nog steeds jammer dat toen niet een eerste stap is gezet, zodat al zaken gerealiseerd hadden kunnen worden, naar onze mening. Maar goed, spreekwoord zegt gedane zaken, maar eigenlijk niet gedane zaken dus, nemen geen keer. Voorzitter, wij als fractie hebben ook behoefte aan om onze principiële standpunt ook in deze zaken kenbaar te maken. Niet in alle agendapunten doen we dat. Ook van GBS werd op het vorige agendapunt nog even een principiële zaak aangesneden die wij niet relevant vonden bij dat punt. Maar bij dit punt, voorzitter, willen we toch ook graag onze visie daarin helder en klaar hebben. Het lijkt, voorzitter, als Al Gore degene is geweest die voor ons het eerst heeft gewezen op het einde der aarde. Maar gelukkig staat het ongemakkelijke waarheid in het stuk als tussen aanhalingstekens. Voorzitter, dat zal u niet verbazen. Nogmaals, het gaat ons niet dat wij een klipklaar antwoord op de hele problematiek hebben. Dus zo moet u mijn woorden ook niet uitleggen, maar het gaat ons dat wij gewoon onze eigen visie daarin kenbaar willen maken. Wij gaan uit van Bijbelse waarheid en die leert ons dat we rentmeester moeten zijn in de omgang met de schepping. Voorzitter, in onze beleving houdt God de mensen als rentmeester verantwoordelijk voor wat wij zijn doen met zijn schepping. Ik las ergens, leven van de rente is beter dan van het kapitaal. Het betekent voor ons verantwoordelijk omgaan met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen. Niet dat de mens in de eerste plaats de aarde beheert namens toekomstige generatie, maar namens zijn schepper. En omdat de mens is gemaakt om de aarde te bebouwen en bewaren, om zo in zijn levensonderhoud te voorzien, moet de mens ook ingrijpen om bijvoorbeeld dorens en dissels te verwijderen. Wij kunnen echter, voorzitter, de planten en dieren niet zien als gecompliceerde chemische constructies of productiefactoren van ons eigen nut. Wij constateren wel dat de aarde, zoals in de Bijbel staat, zucht als in baresnood. Maar dit moet ons niet doen beangstigen. Dit in tegenstelling tot Al Gore. De voorliggende notitie voor duurzame energie, voorzitter, hierbij sluit ik dan onze principiële verhaal af, wel de gevolgende uitwerking zoals wij die zien. De voorliggende notitie voor duurzame energie is een initiatief van de Raadscommissie Duurzame Energie. Wij vinden dat duurzaam omgaan met energie tot een eigenheid moet worden in denken en handelen. Ook het college vindt dat er actie moet worden ondernomen. We lezen, voorzitter, in de reactie van het college, dat het college zaken uit notitie concreet gaat maken. Met andere woorden, beleid handen en voeten gaan geven. Een paar punten nog even inhoudelijk op het stuk. Met betrekking tot plaatsing van de zogenaamde winterbollen blijft u behoorlijk voorzichtig. We hadden iets meer concrete inzet daarvoor verwacht. Met betrekking tot de energieambtenaar, dat hoeft ons voor ons niet per se met andere gemeenten, voorzitter. Maar ik denk dat er wel snelheid moet komen, desnoods voor onze eigen gemeente alleen. En hij mag ook best groen denken, voorzitter, maar hij moet ook heel realistisch zijn. De ChristenUnie kan zich voor de rest vinden in uw voorstel. Wij zijn ook blij met de voorstellen en ideeën van ondernemers, zoals ook vanavond de inspreker hebben gehoord. En ik denk ook dat het goed is dat het college, maar ook raad, zijn oor daar ten luister legt. Voorzitter, dan de beslispunten. Beslispunt 1 is voor ons akkoord en beslispunt 2 is dan afgevoerd. En beslispunt 3, voorzitter, we moeten ons ook van de Raadscommissie Duurzame Energie instellen. Tot het einde van de raadsperiode vinden wij toch ook een vreemde. Niet in zin in de tijd, maar gewoon dat die voort blijft bestaan. Naar onze beleving gaat in een duaal bestel een raadscommissie die een voorstel
CQ-initiatiefvoorstel uitwerkt en de raad voorlegt en dit vervolgens aan de raadsvoorstel wordt richting het college, dat dan de taak van de raadscommissie wordt beëindigd. Voorzitter, ik heb het zo pas bij de interruptie al gezegd, niet de raadscommissie blijft de voorstel en uitwerking bewaken, maar de gehele raad. Wij kunnen dus niet akkoord gaan op beslispunt 3. Dank u wel. Bedankt, meneer Wups. Mevrouw Hernams. De startnota. Ik heb de heer Kanter beluisterd. De microfoon even inschakelen. Er staat wel, hè? Okay. Oh ja. GBS wilde nog toegevoegd hebben dat niet alleen de voorgevel ter hand genomen moet worden, maar ook de dienstauto's. Als die vernieuwd worden, dat die op elektriciteit of biogas gaan rijden. En de volgende stap zou kunnen zijn, wat wij wel erg belangrijk zouden vinden, auto's van de WDK. Dat zouden wij nog graag toegevoegd zien aan deze nota. Verder heb ik niks, voorzitter. Dacht ik. Okay. Ik heb al gezegd dat wij eens zijn met het in stand houden van de Energieraadscommissie. Hebben we al gezegd, ja, hè? Ja, oké, okay, ja. Dat was het. Akkoord, dank u wel. Dan hebben de eerste termijn gehad. Dan wil ik gezien het feit dat de commissie het voorstel heeft ingediend. Oh, meneer Bagetjes nog. Oh, ik dacht begrepen te hebben dat de VVD geen behoefte had. Ja, anders liep ik wel daar even naartoe, voorzitter. Maar mijn fractiegenoot is zojuist teruggekomen van een welverdiende vakantie. Dus inhoudelijk zal ik op deze notitie niet ingaan, omdat ondergetekende ook onderdeel uitmaakte van deze commissie. Want dan zit je toch een beetje met het twee petten verhaal. Ik ben wel verheugd om te horen dat het college dus eind januari met een notitie richting de raad komt. Even terugkomend op de discussie ten aanzien van de lengte van de commissie. Ik denk dat voor beide standpunten iets is te zeggen. En luisterend naar de discussie die gevoerd werd, denk ik dat het misschien toch niet verkeerd is dat we op enig moment eens een keer een verordening gaan instellen voor de zittingsduur van welke commissie dan ook. En daar wil ik het maar bij laten. Akkoord. Dan maakt mij wel nieuwsgierig, voorzitter, hoe de heer Bogeesjes in dat laatste punt zelf staat. Als fractie dan. Wij gaan mee met punt 1 en punt 2 als fractie. 3, sorry. Voorzitter. 3 blad 2, hè? Voorzitter, wij kunnen instemmen met het voorstel van de heer Bogeesjes om daar richtlijnen voor te gaan opstellen. Ja. In ons duale systeem lijkt ons een goede. Dan hebben we dit soort twijfels uit de lucht. Ik stel voor dat het presidium dat voorstel meeneemt. En wij kunnen dus gewoon meegaan met punt 3 op dit punt. Oké, bedankt. Alleen de ChristenUnie niet begrijpen. Ik wil graag de voorzitter van de commissie de gelegenheid bieden om op deze eerste termijn nog te reageren. Dan een reactie van het college. En dan, als er dan nog behoefte is aan een tweede termijn, dan zien we dat wel even. Ja, voorzitter, met uw instemming ga ik eerst even in op een paar opmerkingen die gemaakt zijn door de raadsfracties. En vervolgens op het stuk dat het college van BMW heeft geschreven naar aanleiding van deze startnotitie. Namens de commissie kan ik denk ik zeggen bedankt voor de positieve opmerkingen die er zijn gemaakt over deze nota. Echt concrete vragen zijn er in feite niet. Er is een discussie geweest over 31 december of twee maanden erbij. Ik geloof dat daar in feite nu al een ruime meerderheid is om de commissie die twee maanden extra te geven. We hadden dat genoemd omdat wij ook opgemerkt hebben van dat deze wereld nogal in beweging is. Dat onze notitie ook lang niet compleet is, ook niet compleet kan zijn. Dat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. En om die reden hebben wij gezegd, laat ons doorgaan tot aan de verkiezingen. En laat dan de nieuwe raad bekijken of die weer zo'n raadscommissie wil of niet. Dat is aan de nieuwe raad om die beslissing te gaan nemen. De ChristenUnie merkt op dat het meer verwacht had van op het gebied van windenergie.
Ik denk dat het college deze opmerking mee moet nemen. En wij als commissie kunnen hier alleen maar achter staan, achter deze opmerking. En dat geldt in feite hetzelfde wat betreft de opmerking van gemeentebelangen. Om te kijken naar de vergroening van de dienstenauto's. En misschien ook van partners, zeg maar, van de gemeente. WDK werd met name genoemd. Ik denk dat het college dat ook maar mee moet nemen in de verdere uitwerking van de plannen. Dan wat betreft het college. Ik ben zeer dankbaar voor de opmerking die de heer Boye vanavond in eerste instantie heeft gemaakt. Morgen wil hij al aan de slag. Op zeer korte termijn worden de plannen uitgewerkt. En in januari krijgen we de eerste resultaten daarvan in de raad. Daar ben ik zeer blij mee. Dan nog een paar opmerkingen bij de notitie die we hebben gekregen van het college. Daar worden wat bezwaren genoemd wat betreft ledverlichting. Met name het aspect kleur verdient aandacht. Bij ons weten zijn de meeste problemen wat dat betreft al opgelost en kun je in allerlei kleuren ledverlichting krijgen. En is het niet meer dat hele felle, door sommigen ook ongezellig licht genoemd, is dat er niet alleen, maar er zijn dus alternatieven. Dan wat betreft winterbollen, daarvan schrijft hij, we zullen overwegen om plaatsing mogelijk te maken. Namens de commissie doe ik de oproep van, nee, niet overwegen, gewoon doen. Dan de voorgever van het gemeentehuis. We hadden daarvan als commissie dezelfde opmerking die ook al door de PvdA is genoemd. De gemeente moet gewoon een voorbeeldfunctie geven. Dus moet je zeggen, vinden wij, er komt een nieuwe voorgevel. Er moeten goede eisen gesteld worden aan duurzaamheid, energiebesparing, misschien energieopwekking. En dan pas een plan uitgewerkt worden en niet eerst een plan uitwerken en dan kijken of je daar nog iets mee kunt. En dan met name zeggen we dat ook vanwege die voorbeeldfunctie die de gemeente heeft. Tot zover mijn opmerkingen, voorzitter. Dank u wel. Dan wethouder Boye. Dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, ik heb niet zoveel antwoorden te geven, want de meeste vragen die gaan eigenlijk over de uitwerking van het stuk wat ingediend is. En ja, degene die ermee in de slag gaat, die zal het allemaal uitwerken en die zal daar voorstellen van maken. En of het nou over de gevel gaat voor het gemeentehuis of auto's. Auto's heb ik wel een opmerking bij. Ik heb wel intern hier gezegd, vervang nou geen auto's nu meer op benzine, als er nu morgen een nieuwe auto moet komen die afgeschreven zou zijn, stel het even een paar maanden uit tot hier voorzieningen zijn, alternatieve energie, en schaf dan die auto pas aan. Dus die afspraak ligt intern. Dan even over de energieambtenaar. Het is natuurlijk zo, en we hebben het net over dualisme gehad, dat we verschillende taken hebben. Dit college krijgt van u opdracht om de voorstellen uit te werken, te zorgen dat er een goede medewerker komt. En we hebben toegezegd dat in januari die voorstellen, zowel de uitwerking daarvan als een nieuw stuk beleid, op tafel zal liggen. Hoe we dat doen, dat ligt natuurlijk aan ons. Dat we morgen aan de slag gaan, betekent natuurlijk ook dat we morgen niet extern een medewerker aangetrokken hebben, want dat kost tijd. Als ik bedoel, we gaan er morgen mee aan de slag, dan bedoel ik te zeggen dat een medewerker uit dit huis ermee aan de slag gaat. En die zal in de looptijd naar januari, zal die ondersteund gaan worden door externe deskundigen. Want die moet gewoon deskundigheid daarvoor hebben, dus dat moet je inhuren. En een lopende het traject naar januari, daar gaan we kijken wanneer die energieambtenaar aangesteld gaat worden. Maar dat zal zeker zijn uiterlijk januari. Maar tot januari, misschien maken we die plannen wel zelf. En benutten we die tijd tot januari om alvast om ons heen te kijken, kunnen we een goede medewerker aantrekken. Dus ik denk dat u het college moet vertrouwen van, doe die klus voor januari. Ik zeg het toe, ik heb het toegezegd gekregen van de directeur, in dit geval, van het is klaar. Dus ik ga er ook vanuit, het is klaar in januari en daar houden we ons aan. Voorzitter. Dank u wel. Ik heb nog even een vraag aan de wethouder.
Dat gaat namelijk, we hebben in de commissie Duurzame Energie hebben we ooit een keer, dacht ik, met u gesproken over een duurzaamheidsmeter. En het is een meter om eens te kijken van wat nou de nulsituatie is van de gemeente. En mijn vraag is eigenlijk van, is die ook door de gemeente ingevuld, zodat we op dit moment gewoon een beetje een beeld hebben van hoe staan we als Stadskanaal er nu voor? Dat hebben we niet zelf gedaan. Het lijkt misschien raadzaam als je een stuk beleid gaat maken, dan wel te kijken waar sta je voor, je voor het nieuwe beleid inzet, om terug te kunnen kijken. Die duurzaamheidsmeter, dat was een initiatief vanuit de provincie, dacht ik. En dat was een bedrijf uit Noord-Holland, die was daarmee aan de slag. En dat hebben we niet gedaan, eigenlijk, omdat het eigenlijk een race werd van gemeentes, van wie is het beste jongetje van de klas. Nou, dat zijn wij nog niet. We moeten nog beginnen daarmee. Dus vandaar eigenlijk hebben we gezegd, we wachten er even mee. Maar die datum om daarmee in te stappen, die is ook verlopen hoor. Dat moet ik u ook zeggen. Dat is al een behoorlijke tijd geleden verlopen. Het zou natuurlijk wel een goed instrument zijn om eens te kijken van waar je op dit moment staat. Ja. En als je hem dan volgend jaar weer invult of over 2 jaar, dat je dan ook kunt zien van, heb je nou ook progressie gemaakt? Ja. We zullen meenemen ook dat... Ik zou in ieder geval, volgend jaar kun je weer, van ik geloof dat je dat voor 1 juli van een jaar moet invullen. Ik zou in ieder geval volgend jaar sowieso invullen. En dan kun je ook monitoren van hoe dat nou zich ontwikkelt binnen de gemeente. We spreken af dat tegelijk met als die plannen gepresenteerd worden, de uitgewerkte plannen gepresenteerd worden in januari, dat daar een nulmeting bij zit van dat moment. En dan kan je het volgen, traject. Oké, bedankt. Dan even inventariseren. Is er nog behoefte aan een tweede termijn, meneer Kanter nog? Kort, van onze kant natuurlijk volledige instemming. Ook de extra inbreng van gemeentebelangen heeft onze ondersteuning. Maar goed, de wethouder gaf daar ook al invulling aan. Dus wat ons betreft, snel aan de slag. Bedankt, meneer Pliegen. Even toelichten dat de CDA-fractie instemt. Maar dat we ook het volste vertrouwen hebben in de uitwerking van het college, dat die voortvarend de menslag gaat. Dank u wel, meneer Wups. Nou, voorzitter, ondersteuning ook voor die laatste toevoeging van de wethouder, dat er inderdaad een soort nulmeting komt, zodat je weet waar je begonnen bent en welke stappen dat je vervolgens maakt. Prima zaak, denk ik. Dank u, mevrouw Hernamt nog. Goed, meneer Bagesius. Niet. Dan komen we aan besluitvorming. Volgens mij heeft de ChristenUnie, RPF zeg ik al bijna. Nou ja, we beginnen ook pas weer naar de vakantie. Geleden, dus u hebt misschien nou boeken gelezen over de RPF of zo. Zou kunnen natuurlijk. ChristenUnie heeft aangegeven tegen punt 3 te zijn. Ja. Blijft dat staan? Als ik daar een stemverklaring over mag geven. Er is in onze beleving heel duidelijk zo. Kijk, we hebben een verordening voor commissies. Maar een commissie die een initiatiefvoorstel doet, hebben we, dan zouden we nu akkoord gaan met een commissie in staande houding waar geen formulering voor is gekomen. Waar geen onderligger ligt, zeg maar. Dus wij kunnen gewoon hier niet mee. Want dit is een hele vreemde gang van zaken. Zullen we volstaan met aantekening dat ChristenUnie tegen punt 3 van het voorstel is. De rest is... Voorzitter, even voor de duidelijkheid. Dan begrijp ik dus dat mevrouw Sterenborg uit de commissie stapt, of niet? Als het toestaat, is er geen tijd meer voor discussie. Maar het is natuurlijk een hele vrije beweging, ook onze commissielid, om met akkoord te gaan met een voorstel in deze zaak naar de raad, CQ ook het college. Maar het is natuurlijk aan de raad en aan de fracties om daar ook binnen een fractie discussie over te hebben en een standpuntbepaling te doen. Dat heeft niks te maken met een zitting in de commissie. Kijk, dat is ook een groot misverstand dat je daardoor krijgt. Even formeel, als de raad in meerderheid besluit de commissie in stand te laten tot de raadsverkiezing volgend jaar, dan is mevrouw Sterenborg natuurlijk vrij om daarin te blijven zitten, los van wat haar partij hier vanavond inbrengt. Dat herken ik ook wel, maar ik wilde er wel even duidelijkheid over hebben, omdat we het over principes hebben, hè, in dit geval. Ik probeer het even te triggeren, maar goed. Voorzitter, mag ik nog één ding? ChristenUnie, meneer Vliegen nog even, en dan moeten we echt afronden, hoor. Als het gaat om het laten bestaan van een commissie, wil ik toch nog toelichten. Kijk, het lijkt alsof wij op twee benen lopen, wat dit dan gaat. De WMO-commissie heeft ook langer bestaan. De WMO-commissie, die ingesteld was door de Raad, heeft ook langer bestaan. Mag ik even uitspreken? Heeft langer bestaan dan wij eigenlijk, ook gezien wat ik als punt heb ingebracht in het kader van het duale stelsel, wenselijk hebben geacht. Het is wel gebeurd. Nu hebben we weer zo'n punt. De heer Borgesius komt duidelijk met het voorstel om hier
gewoon richtlijnen voor te gaan opstellen. En daarmee zeg ik van, we hebben nou twee situaties, nu moet het genoeg zijn. Geef het duale stelsel zijn kans om zich volledig te ontwikkelen. Stel die richtlijnen vast en voor dit moment gaan we ermee akkoord. Mooi. En het presidium zal die, zich buigen over die richtlijnen, maar die zijn er morgen natuurlijk nog niet. Ik stel vast dat de ChristenUnie aantekening wenst tegen punt 3 te zijn en de rest van de raad besluit. Conform het voorstel. Ja, akkoord. Dan het nagekomen stuk, punt 13a. Wie wenst daarover het woord? Niemand? Dan is het conform besloten. Agenda punt 14. Wenst iemand daarover het woord? Niemand? Dan conform besloten. 15. Wenst iemand daarover het woord? Dan wel stemming. Niet? Ook conform besloten. Zijn we aan het einde van deze vergadering en dan voor ik de vergadering sluit wil ik u vragen om even te blijven zitten, want dan gaat Gea ons nog even iets vertellen over de activiteiten woensdag. Het publiek mag alvast naar beneden gaan, dan komen wij ook zo bij u. Dan, is de vergadering gesloten? Ja? Dat was nog vergeten.